Je ligt heerlijk ontspannen. Je volgt je adem. Je volgt je bewegingloosheid van jouw lichaam. En probeer nu in volledige ontspanning te komen in deze houding. Voel alle lagen van je lichaam en geest op een natuurlijke manier in een ontspannen, moeiteloze ervaring van stilte te komen. Je handen liggen ontspannen, misschien met de handpalmen omhoog gericht. Je ligt in een houding van openheid en ontvankelijkheid. Je voeten ontspannen en voel maar hoe comfortabel je ligt. Voel de achterkant van het lichaam en de delen waarmee je de grond raakt. Misschien lig je op je zij. Voel dan de zijkant die de grond raakt. Merk op hoe de achterkant van je hoofd of de zijkant van je hoofd de grond raakt. En scan zo je langzaam je lichaam naar beneden, terwijl jij je bewust bent van de delen van je lichaam die de grond raken. Scan zo helemaal door via het zitvlak, de bovenbenen, de kuiten en tot slot jouw voeten. En adem een keer diep in. En adem zo heel rustig en langzaam uit. Herhaal dit een aantal keer. En adem soepel en zacht uit. En voel die zachtheid in je lichaam. En laat zo je lichaam maar terugkeren in het natuurlijke ritme van jouw adem. Van je voeten naar je kruin. En van je kruin weer naar je voeten. Volg jij zo je adem. Neem de ontspanning en de innerlijke rust waar. En je ziet je adem zo op en neer bewegen. Van je voeten tot aan je kruin. En op de uitademing gaat de adem van de kruin weer helemaal terug naar de voeten. Blijf de adem zomaar even volgen. En je hoeft niet in te spannen om te ademen. Je hoeft er niets aan te veranderen. Jij hoeft alleen maar te zijn. Te ademen. En dat te volgen. En laat de visualisatie van je adem maar voor wat het is. Laat je gedachten voor een moment pauzeren. En de yoga nidra begint nu. En herhaal in stilte voor jezelf. Ik begin met yoga nidra. Ik zal niet slapen. Ik zal wakker blijven en alert. En het is tijd om de intentie te zetten. En dat is de Sankalpa. Belangrijk is dat die vanuit je hart komt en niet vanuit je ego. En het is altijd een positieve intentie in tegenwoordige tijd. En een mooie voor vanavond, als je er geen een weet, kun je gebruiken: ik ben liefde. Ik ben liefde. En herhaal dat maar 3 keer met volle overtuiging en vol vertrouwen. Omarm de betekenis van jouw Sankalpa volledig. Doe dat nu.
En we gaan zo het bewustzijn door het lichaam roteren. Je laat je aandacht verspringen van punt naar punt, terwijl je mijn instructies blijft volgen. Breng je aandacht maar naar je rechterhand, naar je rechterduim, wijsvinger, middelvinger, ringvinger, je pink, palm van de hand, rug van de hand, voel je hele hand, voel je pols, je onderarm, je elleboog, je bovenarm, je schouder, je oksel, je rechter sleutelbeen, de rechterkant van je borst, je rechter ribben, middel, je heup, je rechter zitvlak. Breng de aandacht naar de bovenkant van je rechterbeen, je knie, je onderbeen, je enkel, je voetzool, bovenkant van de voet, je hiel, je rechter grote teen, je tweede teen, je derde teen, je vierde teen, je kleine teen. Voel alle tenen samen, je hele rechtervoet. Voel je hele rechtervoet. Breng dan de aandacht naar de linkerhand, linkerduim, wijsvinger, middelvinger, ringvinger, pink, palm van de hand, rug van de hand, de hele hand. Je pols, je onderarm, je elleboog, je bovenarm, je schouder, je oksel, je linker sleutelbeen, linkerkant van de borst, ribben, middel, je heup, je linker zitvlak. Breng aandacht naar je linker bovenbeen, naar je knie, je onderbeen, je enkel, je voet, je voetzool, bovenkant van de voet. Voel je hele voet. Voel de hiel, linker grote teen, tweede teen, derde teen, vierde teen, kleine teen. Voel alle tenen samen. Voel je hele linkervoet. Breng de aandacht naar de achterkant van je lichaam. Voel zo beide voeten samen. Voel je rechtervoet, je linkervoet, je rechterkuit, je linkerkuit, je rechterknieholte, je linkerknieholte, de achterkant van je rechterbeen, de achterkant van je linkerbeen, je rechterzitvlak, je linkerzitvlak, je onderrug, je bovenrug, je rechter schouder, je linker schouder, achterkant van je rechterhand, achterkant van je linkerarm,
rechter onderarm, linker onderarm, de rug van je rechterhand, de rug van je linkerhand, voor je nek, achterkant van het hoofd. Nu breng je je aandacht naar de voorkant van je lichaam, voor je kruin, voor je voorhoofd, rechter wenkbrauw, linker wenkbrauw, centrum van je wenkbrauw, rechter oog, linker oog, beide ogen, neus, rechter neusgat, linker neusgat, je hele neus, rechter oor, linker oor, beide oren samen, rechter wang, linker wang, beide wangen samen, voor je mond, je bovenlip, je onderlip, je bovenkaak, je onderkaak, je tong, je hele mond, voor je kin, voor je hals, voor je rechterschouder, voor je linkerschouder, voel de bovenkant van je rechterarm, voel de bovenkant van je linkerarm, voel de handpalm van je rechterhand, voel de handpalm van je linkerhand, voel de vingers van je rechterhand, voel de vingers van de linkerhand, voel je hele rechterhand, voel je hele linkerhand, voel je rechterschouder, voel je linkerschouder, voel je rechterborst, voel je linkerborst, voel je buik. En voel zo de bovenkant van je buik, de onderkant van je buik, voel je navel, voel je hele buik, voel je rechterheup, voel je linkerheup, voel de bovenkant van je rechterbeen, voel de bovenkant van je linkerbeen, voel je rechterknieschijf, voel je linkerknieschijf, voel je rechterscheenbeen, voel je linkerscheenbeen, voel je rechterenkel, voel je linkerenkel, rechter bovenkant voet, linker bovenkant voet, tenen rechtervoet, tenen linkervoet, voel je hele rechtervoet, voel je hele linkervoet, voel beide voeten samen, voel je hele rechterbeen, voel je hele linkerbeen, voel beide benen samen, voel je romp, voel je rug, voel je rechterarm, voel je linkerarm en voel beide armen samen, voel je hoofd en voel nu je hele lichaam. Voel je hele lichaam. Het hele lichaam. Voel jouw mooie lichaam. Concentreer je nu op de ademstroom tussen je hals en je navel en voel hoe de adem langs deze weg in en uit stroomt. Als je inademt, stroomt de lucht van bovenaf naar beneden.
Als je uitademt, stroomt de lucht omhoog, van je navel naar je hals en verder. Met volle aandacht observeer je de ademstroom bij je beide neusgaten. De natuurlijke ademhaling stroomt door beide neusgaten naar binnen en komt samen in je neusholte in de vorm van een driehoek. Probeer het maar voor je te zien, hoe de adem uit twee verschillende stromen bij elkaar komt en in het voorhoofdcentrum samenstroomt. Word je verder gewaar van je adem in de neusgaten en tel daarbij van 54 af terug. Blijf steeds alert. Je ademt in 54. Je ademt uit 53. Je ademt in 52. Je ademt uit 51. En ga zo door. Stop nu maar met tellen. Breng nu een gevoel van kou op in jezelf. Concentreer je op je wervelkolom en merk op hoe de koude stroom langs je wervelkolom naar beneden stroomt. En met elke ademteug wordt het lichaam kouder en kouder. Het gevoel van koude breidt zich uit over jouw hele lichaam. Adem zo de koude in. Voel het maar hoe je lichaam zich vult en hoe het zich uitbreidt over jouw lichaam. En laat dan rustig de koude je lichaam weer uitgaan. En merk dat je lichaam warmer en warmer wordt. Roep maar een gevoel van warmte op. En verdeel deze warmte door het hele lichaam. Voel hoe deze warmte zich voor je hoofd tot je tenen uitbreidt. Jouw lichaam wordt helemaal warm. En laat dan ook de warmte weer rustig gaan. En denk dan nu aan een pijnlijke ervaring. En probeer deze ervaring zo te laten opleven dat je haar heel duidelijk kunt voelen. Concentreer je volkomen op die ervaring. Voel het maar. Wees in de pijnlijke ervaring. En laat deze ervaring maar weer rustig los. En concentreer je dan op een gevoel van geluk. Roep het maar op, een intens gevoel van vreugde dat je hebt beleefd. En breng die belevenis nog een keer heel duidelijk in jouw herinnering. En voel de vreugde met heel je wezen.
Maak deze waarneming heel intens. En dan breng je deze waarneming in die innerlijke ruimte achter je gesloten ogen. En jij wordt je duidelijker gewaar van deze ruimte. Een oneindig wijdse ruimte die steeds verder uitdijt. Neem bewust waar hoe deze ruimte steeds groter wordt. Blijf helder en alert en observeer wat zich afspeelt. En dan breng je je aandacht naar je voorhoofdcentrum, het punt tussen beide wenkbrauwen. Merk op hoe dat punt pulseert in het ritme van jouw ademhaling. Voel dit ritme en zie dit nu. Zie dit ritme. Voel dit ritme. Wees daar gewaar. En terwijl je daar bent, kun je misschien iemand uitkiezen voor een compassiegebed voor de metta. En dat kan ook jezelf zijn. Wie wil jij compassie geven en loving kindness? En stel jezelf maar toe om je eigen ervaringen met dat gevoel van liefde, dat gevoel van diepe zorgzaamheid, onder je aandacht te brengen. In dat punt waar je nu bent. En sta jezelf maar toe om iemand voor de geest te halen waarmee je direct dat gevoel van loving kindness hebt. Merk de beelden en de gedachten op die verschijnen als je aan deze persoon denkt. En voel ook wat er met je lichaam gebeurt als jij aan die onvoorwaardelijke liefde, die loving kindness, denkt. En ook kun je iemand voor de geest halen waar je niet vanzelfsprekend dat gevoel bij krijgt. En we gaan ons richten op een aantal liefdevolle wensen. Wens deze persoon maar mooie dingen toe. Ik wens je toe dat je vrede zult vinden. Mag je in vrede leven. Ik wens je toe dat je minder te lijden hebt. Ik wens je toe dat je mag weten hoe het is om lief gehad te worden. Mag je veilig zijn en worden beschermd. Mag je geluk ervaren. Mag jij vergevingsvermogen ontwikkelen? Mag jij behoed worden? Mag jij liefde geven en liefde voelen? Mag jij gezond en sterk blijven? Mag jij jezelf vergeven? Mag jij jezelf accepteren? En sta jezelf maar toe om deze gedachten te hebben en om ze aan één of meerdere personen te richten. Voel de liefde in jezelf
En merk op wat het met je lichaam doet wanneer je deze liefdevolle gedachten hebt voor andere mensen. Voel maar wat het met je lichaam doet wanneer je deze liefdevolle gedachten hebt voor de mensen om je heen. En dan richt je deze liefdevolle, compassievolle gevoelens aan jezelf. Sta jezelf maar toe om een deel van deze gedachten aan jezelf te richten. We gaan dezelfde wensen gebruiken als die je voor de ander had. Misschien wil je er een aantal aan toevoegen voor compassie, steun en liefde aan jezelf. Ik wens mezelf toe dat ik vrede zal vinden. Mag ik in vrede leven? Ik wens mezelf toe dat ik minder te lijden heb. Ik wens mezelf toe dat ik mag weten hoe het is om lief gehad te worden. Mag ik veilig zijn en worden beschermd? Mag ik geluk ervaren? Mag ik vergevingsvermogen ontwikkelen? Mag ik behoed worden? Mag ik liefde geven en liefde voelen? Mag ik gezond en sterk blijven? Mag ik mezelf vergeven? Mag ik mezelf accepteren? En betrek nu iedereen op aarde in jouw meditatie. Stuur deze compassiegevoelens naar iedereen op aarde. Wens ze maar toe dat ze vrede zullen vinden, dat ze minder te lijden hebben, dat ze liefde zullen voelen, veilig en beschermd zijn, dat ze geluk mogen ervaren, behoed worden, dat ze gezond en sterk blijven. En zichzelf vergeven en accepteren. En eventueel kun je je hand op je hart leggen en voorstellen dat je diep inademt tot in de kern van de aarde. En bij iedere ademhaling maak je 3 rondjes om de kern van de aarde en adem je het krachtig uit naar al je geliefden. Voel de liefde maar stromen. Vanuit die kern van de aarde naar iedereen die op haar leeft. Voel de vriendelijkheid. Voel de vrede. Voel de liefde.
En voel dan zo de adem door je lichaam heen stromen. Ervaar het maar. En breng dan de aandacht naar je hart. Wees in je hart aanwezig en herhaal nu 3 keer in stilte voor jezelf de Tsongkhapa. Ik ben liefde. Omarm hem 3 keer in stilte voor jezelf. Met al het gevoel en alle beleving die je hebt. En deze bevestiging manifesteert zich in jouw leven. En zo ga je rustig met aandacht terug naar je lichaam. En merk maar op dat je lichaam in stilte op de grond ligt. Begin nu wat bewuster en dieper te ademen. En word je zo bewust van de ruimte waarin je ligt. En weet dat je die metta mee kan nemen in je dagelijks leven. Kom je iemand tegen? Stuur liefde, wie het ook is, wat het ook is. Wees je er bewust van. En beweeg zo langzaam je tenen, je vingers, je handen, je voeten. En zo kun je heel rustig wakker worden, je zintuigen naar buiten keren. En de oefening van Nidra Metta is nu voorbij. Namaste.